Goedemiddag, het is ondertussen 12 uur, bijna 12 uur. Ik ga varen naar de eerste plaats waar ik wil gaan vissen. We zijn vandaag met de kajak weer weg. Eigenlijk heel simpel vandaag. Ik mag hier geen elektromotor gebruiken. Dus het is eigenlijk een super mooi, volledig omgeven water door rietkragen. De laatste keer dat ik hier was, was het niet zo goed. Dus één of max twee visjes. Maar nu ga ik eens met de kajak vanop het water eigenlijk richting de kanten gooien en hopelijk kan ik een visje weer voor de camera brengen. Gisteren ben ik op aard gaan vissen, dat was niet zo'n succes. Maar vandaag ben ik er zeker van dat ik wat visjes voor de camera ga krijgen. Let's go! Ik zit in de kajak, maar het is hier momenteel nog heel ondiep. Dus ik ga mij even een beetje moeten uit de kanten ploeteren. Zie net mijn camera niet in het water valt, want dat zou nog minder goed zijn. Ik ga me gewoon langs achter. Hoppa, vooruit duwen. Ik hou wel van een beetje natuur. Wow. Dat bedoel ik dus, daar ging je al bijna. Ik denk al dat er lang niemand meer door dit gaatje gepasseerd is. En dat is niet op een seksistische manier. Oké, we zijn er. Er staat een licht windje op het water, dus dat is niet zo erg. Ik heb altijd liever een beetje wind dan helemaal windstil. Het water staat wat hoger dan een tijdje terug. En nu kan ik weer lekker gaan genieten. Oh nee! Oh, mijn slip stond nog open. Zou het dan toch spinnerbeten dat ze moeten hebben? Ja, pit. Aha, nice. Ah, dit is nice. Ze zaten er dus nog. Oh, een iets betere vis wel. Amai. Nu zijn ze volgens mij weer goed. Oh, goede vis. Goede vis. Heel nice. Oh, hier. Kijk, draait lekker mee. Ah, dat is leuk. Oh man. Engeltje krom. Ik heb wel met de spinnerbeet gehaakt, dus ik ga ze proberen om niet te laten springen. Ook al is dat leuk om te zien. Spinnerbeet werkt toch weer, hè? Oh, ik zei nog net. Zou het een spinnerbeet zijn dat ze echt moeten hebben vandaag weer? Ja! Mannen, wat een vette vis, man! Ik zei net nog, moeten ze misschien een spinnerbeet hebben. Ik ga de grote camera pakken en dan... nice! Ah, nice! Hier teken ik elke dag voor. Kijk eens wat een mooie pre-wintervis. Het is toch al koud. Ik ben begonnen met de pulsteel. Dan ben ik begonnen met een kleinere pulsteel. En toen dacht ik van, ja, ik moet gewoon spinnerbeet pakken. Spinnerbeets doen het goed deze tijd van het jaar. Echt man. Oh man, even een paar foto's maken en dan mag deze weer terug. Oh, ik ben er echt heel blij mee. Ah, daar gaat ze. Oh, heel de lens vol. Ah. Ja mannen, ik heb een paar foto's gemaakt. Nu gaan we ze onthaken. Nu mag ze weer terug. Let's go, op naar de volgende. Daarvoor doen we het dus, hè. Daarvoor doen we het dus. Ik was, denk, het is de derde stack dat ik met de kajak aan het afgaan ben. Ik heb een ankertje bij. Ik
Ik heb geen elektromotor bij, gewoon varen, ankertje uitgooien en naar de kanten gooien. En ik kreeg een korte schok op de spinnerbeet. En ik gooi de derde keer daarna en direct een goede beet. Ik dacht eerst dat het een iets kleinere vis was, van rond de 60 centimeter. Het was wel een mooie vis, van rond de 85 centimeter, denk ik. Oh man, ik ben echt heel blij. Ik ga gewoon blijven gooien en hopelijk vang ik er nog eentje. Nice. Magical soft pulse tail. Tik, 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 klik. Vissen verliezen, dat blijft toch hard, hè? Zeker als je kouder wordt en je bent al een tijdje afgelopen weken eigenlijk al slecht aan het vangen. En dan begint je ineens goed te vangen. Al ja, goed beter krijgen. Dus die eerste vis die was echt, dat was prachtig. Ik ben blij dat ik die gevangen heb. Die zat ook maar juist in het lipje gehaakt. Maar die andere twee, die tweede, dat was mijn eigen schuld. Want die tweede, daar stond mijn slip gewoon nog open. Die was ik vergeten toe te zetten. Ja, dat is mijn menselijke fouten maken. En die van daarnet, ja, dat was echt los een 90er. En ja, die ben ik kwijt natuurlijk. Ik heb normaal gezien, mijn slip stond pot toe. De vis kwam wel redelijk snel naar me toe gezwommen. Het staat ook op camera. Maar ja, dat heeft niet mogen zijn. Ik ben nu 2 uur aan deze kant van het meer bezig. Ik ga 2,5 uur aan deze kant doorbrengen. En dan ga ik naar de overkant en dan ga ik daar helemaal weg zo terugwerken. Ik heb ongeveer nog tot 5 uur de tijd. En ik hoop dat ik toch nog een paar vissen... Ik kan laten zien aan jullie. Oh, oh nee, kijk jong. We zijn dus bijna aangekomen bij het einde van de video. Ik ga nog een stukje paddelen door het midden van het water. Ik heb heel de dag eigenlijk me gefocust op het uitwerpen van de zijkanten. Ik heb 4 beten gehad. Ik heb één ervan kunnen vangen, één ervan kunnen drillen. En die andere 2 heb ik gewoon gevoeld, aangeslagen en los. Dus nu gaan we het anker binnenhalen. En dan hopelijk dat ik nog 1 visje voor de camera krijg. Het zou echt wel leuk zijn. Ik ga 2 hengels achter de kajak leggen en dan zien we wel of we nog een visje voor de camera krijgen. Dus ik hoop dat jullie het fijn vonden. Ik vond het zeker fijn vandaag en ik zie jullie volgende keer. Ik ga nog wat groeien. Jojo!